warming-up is begonnen. De spelers zijn klaargestoomd voor een nieuw seizoen. De trainer werkt keihard aan een nieuw team. Het kunstgras ligt er fantastisch bij. En ook de supporters zijn er helemaal klaar voor. Nieuw seizoen, nieuwe kansen en ook wij gaan ervoor. Welkom bij de eerste aflevering van MVV TV. En in deze aflevering trappen we af met trainer Ron Elzen. Die praat over de voorbereidingen voor het komend seizoen. Testen we met Nick, Stef, Kjell en Jo het nieuwe kunstgras. En praten we met supporter Frans over zijn MVV. Maar eerst blikken we terug op de warming-up, oftewel de open dag. Wat wordt het nieuwe seizoen? We gaan niet zo goed beginnen. Nick Kuipers is geblesseerd tegen Helmondspoort. Daarna de nieuwe midvuur. Die is ook geblesseerd. Dus we kunnen moeilijk golen maken. Op het moment zijn die vuur hetgene doen. Dus er zou weer een bij komen in de spits. Ja, ik hoop het stukje beter is. Voor jaar. Hè. De mensen, wat hopen we daar? Hè. Ja, en nieuw graas. Heel schoen. Dus, en je hebt meer leuk laten komen. Dan gaat alles vanzelf. De afgelopen jaren is heel erg gewerkt om MVV vooral financieel gezond te krijgen. Dat is een heel van de doel en dat is gelukt. En nu kunnen we nog van boven. En hier geven is tot de 11e plaats die we het afgelopen seizoen hadden, dat moet beter. En dat betekent dat we de komende jaren meer moeten investeren in onze eerste 11-zaal. Anders komen we niet weer en dat willen we wel. Want dat is ons MVV en dat huur bij Maastricht. Tot we weer echt linksboven met gaan doen. Nou ja, laten we van een positieve noot gewoon. We gaan met de werk van de veur zitten. We willen hoger eindigen als verleden, ja. Ik heb wel vertrouwen in het trainersstijl. Zo wie we van Noen hebben. Dat vind ik geweldig. Ron, hoe ver zijn jullie in de voorbereiding met het nieuwe team? Nou, we zijn aardig op weg, maar we zijn zeker nog niet klaar. We moeten nog een aantal specifieke jongens erbij halen. Dat heeft te maken met scorend vermogen, dat is heel helder. Maar natuurlijk kijken heel veel mensen naar de voorkant als doelpunt te maken. Nou goed, iedereen weet dat wij nog één seizoen nodig hebben om de schuldpositie die we hebben opgebouwd in het verleden, om die nog weg te werken. Dat budget loopt niet over, dus we moeten daar heel creatief in zijn. Een spits halen die op voorhand 20 doelpunten maakt, om maar een voorbeeld te geven, kunnen wij niet betalen. Dus wij moeten jongens halen die dat in de loop van hun ontwikkeling gaan doen. Wij proberen met staf en directie en bestuur in ieder geval een groep neer te zetten die de kwaliteit heeft om beter te presteren dan vorig jaar. En dan kom je vanzelf al in het spanningsveld uit, denk ik. En van de trainer gaan we over naar de spelers, die het toch uiteindelijk moeten doen. Ik ben Stef Peters en ik speel op het middenveld. Ik ben Jo Koppes en doelman. Ik ben Kjell Knops en ik ben centrale verdediger. Ik ben Nick Kuipers, ik ben ook centrale verdediger en wij gaan nu even het kunstgras testen. Die is goed. Prima. Groot veldje. Prima rubberke en schet prima. Goed. Ja, als het goed gesproeid is, dan is het wel. Denk ik voor voetbal en echt technische spelers is het wel een leuk veld. Ja. Ik denk dat het wel goed zit. Ik denk dat het wel goed te doen kan worden. En die? Komen zij met een selfie stick? Met de kunstgras. Of het, ja, dat zien we van testen, hè? Ja, klopt, klopt. Ik ga dan een stuk sneller. Zie ik als gesproeid is, dan kunt de bal beter laten lopen. Ik denk dat het veel beter is dan als er heel veel modder of zo ligt. Dus ik vind het heel aangenaam om te voetballen, toch? Mag ik even storen? Ja. Het komend seizoen, wat wordt het? Als op dezelfde voortgrond, als het tweede seizoen zelf, Daan Vuil, zo deed niks.
Oké, okay, wacht, doe voor even op nee, want we zien op zich nog positief uit. Volle bak partij. Ruiker wordt Eredivisie altijd, hè. De tijd komt niet meer gauw terug, maar het is een gezellige club. Heel fijn, goed en wit, met de staart erop, hè, klaar. We zijn financieel gezond. Dat is al een hoop weerd. Ja, en nou ja, de resultaten. Van weten, we zullen voorlopig geen Eredivisie beuren. Maar het is een leuk seizoen met kunnen draaien in de Super League. En denk dat we een heel stuk hebben. Ja, we komen bovenaan te staan, hè. Het gaat weer naar dit jaar. Wie moet het doen van de selectie? Mustafa Habir, dat is mijn favoriet. Wat wordt de uitslag van de eerste thuiswedstrijd, 14 augustus? 3-0. Ja, 0-2 en zo gaat het. 2-0. Groen winnen. 2-0, 3-0. Prima. 1-0 is genoeg. 1-0 is altijd genoeg, hè. 1-0 zijn 3 punten. 3-0, ja. Makkelijk. Makkelijk zelfs. Ja, gaan we vanuit, toch? Aflevering maken we plaats voor een supporter. Aan Frans de eer om het spits af te bijten. Ik zit normaal op deze tribune. En dan meestal gaat het hoega, maar ieder seizoen, elke wedstrijd. En met veel plezier. Wie lang al? Nou, eigenlijk al vanaf mijn zesde, maar dat is begonnen op de Bospoort. De beurzen gaat ouder, dan maakt ze alleen gewoon ging ze naar de standtribune. En zo verhuis ze weer terug. En ja, nu zien we voor 31 jaar weer en dan zitten we nog steeds. Hey. Hoe komt hij in MVV hard vandaan? Nou, het is eigenlijk zo geweest wie ik erg jong was. Ja, gewoon te wisten van een eerst bij MVV was. Want ja, dat is maar een klein manneke. Dat wisten van de eerste keer metgenomen. De eerste wedstrijd was tegen Ajax. Ik kan me nog goed herinneren. 1-1. Ja, dat was gewoon geweldig. Super. En ja, dat pakte de sfeer, de ambiance. En dat is altijd zo gebleven. En ja, ik zou graag niet meer weg willen. Maar wat is dan zo bijzonder aan MVV? Samenhorigheid, het usgevoel, ja, de uitstraling van veerzien, MVV en dat huurt gewoon erbij. Dat, ja, dat is gewoon zo. Dat is lastig goed te leggen, moeilijk te zien, dat gevoel upste. Maar probeer het toch maar zo te leggen. Ik heb het. Nou ja, voor mij is het een toes. Dat is het. Als je toes kunt bij de vreukje. Of bij de mam, als een kleine keer, of bij de oma. Manneke in een speelgoldwinkel. Ja, het gelukje veel. Dat is het. Nou ja, goed, de schoonste jaren en de memorabele momenten waren toch de wedstrijd. Het was wie van net geen Europees voetbal haalde. Er stond Erik mee aan de neuverkant, Tienke in een neukske. Omdat hij vertrok. Ja, ja. Ook een traan gelaten? Ja. Ja, daar stond ze toch met een brok in de keel op de tribune. En ja, het kampioenschap van een etterlijke jaren geleden. En ja, goed, daar verlangen we weer naar. Hè. Dus laten we zeggen van, je vrouwen zoveel dit seizoen. Hè. Er heb zin erin. Ik wel. Verhoog. Ja, ik wel. En tot zover de eerste aflevering van MVV TV. Heb je nou goede ideeën? Laat het ons weten via onderstaand e-mailadres. En check onze Facebookpagina. Tot de volgende.